Welkom bij weer een nieuwe video en vandaag gaan we kijken naar de 3D tekeningen van de sportclub. Ik denk dat het een hele leuke video wordt, omdat jullie nu ook echt een beeld erbij gaan krijgen van hoe dit gaat worden. Ik ga een berg foto's in deze video ook verwerken en dan gaan we gewoon eens kijken naar de club. Kleine notitie voordat we beginnen. De bovenverdieping die heb ik nog wat ruw getekend. Dat komt omdat ik de huidige locatie en de nieuwe locatie, daar zit niet zoveel verschil in. De trainingsruimte wordt hetzelfde, noem maar op. Maar daar kom ik zo bij. En de onderverdieping is een heel stuk meer uitgebreid. En dan ga ik gewoon, ik ga jullie gewoon even meenemen. Ik zou zeggen, laten we beginnen. Laten we eens verhuizen naar mijn computerscherm. Oké, beginnen we dus op de bovenverdieping. Hier, dit schuine gedeelte, is de trap. Wij komen hier boven, staan we hier. En dan kunnen wij twee keer naar rechts. Starten we in de kantine. En dit project moet in 1 week... ongeveer af zijn. Of we dat redden, ik heb geen idee, maar we gaan gewoon lekker knallen en ik kan beter maar lekker de druk hoog houden, want daar hou ik wel van. En of die kantine in 1 keer af is, durf ik nog niet te zeggen. Misschien is dat een weekje, 2 weekjes later. So be it. Maar daar moet in ieder geval een soort van kroegstijl komen. Dus de kastjes moeten even bekleed worden met wat hout. Er moet zo'n sta-barretje komen, weet je, op een meter hoogte bijvoorbeeld, dat je even lekker kan leunen. Misschien iets van een beetje van die regentonnen, dat het een beetje houterig, sfeerig, warm wordt, een beetje kroegachtig. Vind ik hartstikke gezellig, een aparte stijl zie je eigenlijk nooit in een sportschool, dus dat vind ik wel leuk. Dan lopen wij terug, dan hebben we hier mijn kantoor en mijn het toilet in ieder geval. Nou, dat is niet zo belangrijk, kantoor is op dit moment in mijn huis. Die gaat natuurlijk daar naartoe, daar maak ik ooit nog eens een keer een video over. Dan lopen we rechtdoor door de gang. Dan hebben wij hier de kleedkamers. Nou, dat is natuurlijk ook niet zo super spannend. Eentje voor de heren, eentje voor de dames. Daar gaan we, die moeten we nog helemaal bouwen, die wanden. Die staan er allemaal nog niet. Dus die gaan we nog allemaal bouwen. Even een bankje erin, een spiegeltje, noem maar op. Dat is allemaal niet zo spannend. Dan hebben wij hier dit grote zwarte vlak. Dat wordt de personal trainingruimte. Nou, die heb ik expres niet getekend. Want die wordt gewoon exact hetzelfde zoals de ruimte op het moment is. Mijn personal trainingruimte. Op het moment, die is fantastisch. Alle materialen staan erin. Daar kan ik alle groepslessen doen en noem maar op. Dus dit wordt gewoon een 1-op-1 kopie van wat jullie op dit kanaal eigenlijk zijn gewend. Dan loopt mijn programma vast. Oké, daar zijn we weer. Hij liep even vast. De personal trainingruimte blijft dus zoals het was. Daar was ik. Dan gaan wij de personal trainingruimte uit. Hebben wij hierboven een houten vloer. Weer een beetje dat kroegachtige, dat ruige, dat sfeervolle, dat warme. Daar heb ik expres voor zo'n vloer gekozen. De personal trainingruimte wordt trouwens gewoon rubber. Hier komt allemaal laminaat te liggen. Want met een beetje dat ruige uiterlijk. Er komen er bijvoorbeeld een aantal fietsen te staan. De cross trainers, de curved hardloopband, de airbike. En noem maar op, dat wordt na verloop van tijd telkens verder uitgebreid. We beginnen dan eerst met een hele rits toestellen. En een leuk dingetje hier is dit kleine muurtje. Ik heb het niet getekend, maar als we dit kleine muurtje zien, dan kan je overheen kijken. En dan kijk je hier beneden naar de mensen die eigenlijk binnenkomen. Dus je kan een beetje naar beneden kijken. Kijken wat er beneden gebeurt, vind ik altijd wel leuk. En als je wat hoger kijkt, dan komen daar tv-schermen te hangen. En dan kan je natuurlijk gewoon tv kijken. Deze ruimte, deze bovenverdieping, vind ik persoonlijk heel fijn. Want de personal trainingruimte is echt personal training. Dat is gewoon apart. Daar heb ik alle tijd voor 1 persoon. Of natuurlijk voor een groepsles. En bij die cardio ruimte vind ik persoonlijk ook heel fijn. Want als jij op die fiets zit. Je zit op de fiets. Je staat op een hardloopband. Je zit in die runners high. Je bent gewoon lekker vol aan het cardioen. Dan wil je niet al te veel afgeleid worden. Persoonlijk ik niet dan. En dan wil je niet naar al die mensen gaan zitten kijken. En dan wil je niet met gewichten. Als er iemand voor je staat te deadliften met 250 kilo. Dan word je nogal afgeleid. Dus ik denk dat dat gewoon een heerlijke aparte ruimte is. En dan als laatste fact van deze bovenverdieping. Hier in de hoek. Hier komen 2 banken te staan. In deze hoek. Want daar hebben we best wat ruimte over. Het is best groot. En dan kan ik van een bankje te staan met een tafeltje. Zodat mensen uit de groepsles bijvoorbeeld naar de bankje kunnen lopen en even kunnen gaan zitten. Mensen uit de kantine even hier kunnen gaan zitten. Je kan zowel in de kantine zitten als hier. Of je bent even het cardio of aan het omkleden. Dit is een mooi centraal punt om een gezellig koffiehoekje of iets dergelijks te creëren. Nou, dan gaan we naar de onderverdieping. Oké, de onderverdieping. Hier hebben wij de ingang. Daar loop je doorheen.
Dan, nou, dan staat hier een muurtje en dan kan je besluiten van, joh, ik ga linksaf, ik ga een beetje de vrije trainingsruimte in, of ik ga rechtsaf en ik ga hier het toestellengebied in. Dit is natuurlijk gewoon allemaal met elkaar verbonden, maar dat creëert gelijk een natuurlijke doorstroom. En dan laten we eens beginnen met het meeste, het nieuwste. Dat zijn natuurlijk alle toestellen, dat zijn er op het moment al belachelijk veel. Wij hebben er op het moment 7 toestellen heb ik staan. Dat zijn plate-loaded toestellen waar je natuurlijk zelf je gewichten op moet gooien. En die kun je, sommige toestellen kun je transformeren. Dus dan staan er eigenlijk 10. Je hebt 10 verschillende trainingsmogelijkheden. En dan staan er hier, ik geloof nog een stuk of 12 extra. 12 of 14, ik weet niet eens. 1, 2, 3, 4. Het staan er 12 extra. Dus dan hebben we hier 22 trainingsmogelijkheden en ook daar zitten toestellen in die je kunt transformeren. Dus ze zijn uiteindelijk om en nabij de 25 krachttoestellen. De nieuwe toestellen zijn van Matrix Fitness. Lekker met een pinnetje erin. Die zijn gewoon helemaal strak. En ja, als jij voor de allereerste keer in de sportschool komt, of je hebt blessures, of je weet niet zo goed wat je moet doen, of je bent wat ouder, dan zit je liever op die plate-loaded of die pin-toestellen. Als dat je natuurlijk in die vrije trainingsruimte zomaar met losse dumbbells aan de slag gaat. Dat is hartstikke leuk. Als je net je eerste week de sportschool inloopt, dan ga je toch wat liever op die toestellen. Nou, dan zie je hier een leeg vlak. Dat lege vlak blijft op het moment leeg. Daar komt even een gordijntje voor te hangen en er komt gewoon opslag. Dat is makkelijk voor tijdens en na de verbouwing. En ik heb nog meer toestellen die ik eventjes daar kan plaatsen. Dat ik ook maar even met gemakkie alles in kan richten. En dat ik dan op een gegeven moment denk van, joh, dat toestel kan nog een beetje naar links, naar rechts, naar voren. En misschien kan ik er nog wat meer plaatsen of een aantal weghalen. En als die ruimte een beetje opgeruimd is, kan ik hier natuurlijk altijd nog een extra sportschoolruimte van maken. Oké, dan heb ik even het scherm gedraaid. En dan hebben we aan het einde hier hebben wij een atlasstenen platform. Wat is nou een sportschool zonder natuurlijk een atlasstenen platform? Die heb je natuurlijk nodig. Er komt hier een groot bord en daar komen alle kabels op. Dus alle single hand pulleys, de beide kabelgrepen, de smalle kabelgrepen, de boomstammen bijvoorbeeld voor overhead presses en al het losse materiaal. Een heel groot bord komt daar en daar hangt alles op. En dat is makkelijk, want de squat rack staat ernaast en op de squat rekken, op mijn squat rekken zitten pulleys, dus kabelmachines. En dan kun je gelijk makkelijk je spullen daar pakken en opbergen. Nou, dan plaatsen we natuurlijk 2 squat rekken. Want ja, je kan nooit genoeg squatten, dat vanzelfsprekend. Dan hebben wij daar een hoek, een cable fly, die hebben we natuurlijk al, die komt daar al mooi te staan. Dat zien jullie hier een lijntje lopen en hier een lijntje lopen. En dit heb ik een beetje zo afgebakend, omdat dit het tussen haakjes vrije trainen wordt. De mensen die aan crossfit doen, de mensen die gewoon simpelweg met het dumbbelletje aan de gang willen gaan. Of die wat push-ups op de grond willen doen en noem maar op. Dat heb ik expres een beetje gescheiden houden natuurlijk van de toestellen. Jullie zien hier een slee, een yoke, bierfusten, noem maar op. Alles, allemaal zwaar materialen en zandzakken waarmee je naar de overkant kan lopen. Over deze houten baan heen. Nou, dat wordt natuurlijk wel een mooie, uniek stukje sportschool. Dat heb je natuurlijk bijna nergens waar je gewoon lekker met een zware yoke door de zaal heen kan lopen. Daarnaast apart deadlift platform en natuurlijk een crossfit rack. Dat crossfit rack wordt niet precies dit model, maar wel dit formaat. Maar er komt ook een monkey bar op, dus je kan slingeren naar de overkant en noem maar op. 2 extra squat mogelijkheden. Dat wordt echt gewoon een speeltuin voor volwassen mensen. Natuurlijk is hartstikke gaaf. En dan een dumbbell rekje. Kleine notities nog bij heel deze hoek. Wij zien dit lijntje hier. Hier tussen dit gebied zo. Tussen mijn lijntje in. Dit wordt helemaal van rubber. Behalve de sleebaan natuurlijk. Wordt de rest helemaal van rubber. Dat doe ik expres. Zodat als jij je materiaal pakt. Dat je dan hier gewoon je vrije gang kan gaan. Dit ziet er op de tekening wat klein uit. Maar er is echt genoeg ruimte. Om even op te drukken. Om met een bankje en wat dumbbells aan de slag te gaan. Om een yogamatje te pakken. Om zandzakken te pakken. Of noem maar op. Gewoon lichaamsgewicht trainingen. En dat heb ik bewust gedaan. Want als we nu kijken naar de sportclub, dan denk ik dat ik voor ieder wat wils heb eigenlijk. Dat is omdat wij hier genoeg ruimte hebben voor de mensen die gewoon aan lichaamsgewicht training willen doen. Dan hebben wij hier in de hoek mensen zoals mij, die gewoon lekker houden van squatten, bankdrukken, deadliften. De powerlift hoek, de strongman hoek met de atlasstenen natuurlijk. Iets wat de sportclub natuurlijk kenmerkt.
Dan hebben wij hier twee diverse toestellen, twee types. Natuurlijk voor absolute beginners, gewoon met een pinnetje. Of hè, voor onze typische hardcore bodybuilders hebben wij natuurlijk daar de pintoestellen. En dan ook nog een keer de plate loaded toestellen. Voor als je, ja, als je pintoestellen te licht worden, kan je altijd nog meer kilo's pakken. Als jij, ik geloof dat de leg press tot 275 kilo gaat. Nou, als je een beetje traint, dan train je daar wel snel overheen. Dan hebben we een tweede leg press die tot en met 600 gaat. Nou, dan hebben we boven gewoon een hele aparte hoek voor de cardio'ers. Kijk, cardio'ers zijn toch vaak, niet altijd natuurlijk, maar zijn vaak mensen die wat rustiger willen trainen. Of die echt zeggen, joh Raymond, ik kom gewoon voor het cardio. Ik ga vol gas op die hardloopband. Of juist gewoon lekker rustig. Dus die hebben ook echt een aparte hoek. En dan hebben we nog een keer de personal training, wat ook echt heel erg apart is. En dan ontmoeten we hopelijk met z'n allen elkaar. Gewoon weer in de kantine en in de loungebank. En in de toekomst komt er echt nog wel wat om het pand heen. De squat rack, daar ben ik nog niet helemaal over uit. Die wil ik misschien nog een kortslag hierin draaien. Misschien dat die baan nog iets anders komt te liggen. Dit is in ieder geval het eerste idee. Ik hoor graag jullie reacties. Dit was Raymond Schult, totalstrength.nl. Ignite your fire and grow stronger.